jaar. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En de afgelopen 5 jaar maak ik metershoge realistische schilderingen over de hele wereld. Geen mensen op bezoek, geen mensen bellen. Mensen mochten mij ook niet bellen. Dus je hebt niks. Echt niks. Een paar jaar geleden heb ik wel eens verwoord van dit is zeg maar Rembrandt, Johannes Vermeer van deze tijd. En dan moet je eigenlijk met het hele land omarmen. Ja, dit is heel mooi. Precies zo blijven. Nou ja, nee, niet zo. Oké, doe maar 1 wenkbrauw optrekken. Ja, precies. Iets natuurlijker houden. Ja, precies. Heel mooi. Ik denk serieus dat dit de mooiste foto wordt die ik ooit heb geschoten. Is het turquoise zo opgedeeld dat het allemaal driehoeken met elkaar vormt en rechte lijnen. En als je dat goed indeelt, dan gaat de concentratie naar de juiste plek in de afbeelding of wordt het gelijk verdeeld. Dus ik had hiervoor een aantal interviews gedaan met mensen die daar nogal wat in mee hebben gemaakt. Op een gegeven moment hebben mensen ook raakvlakken met elkaar, dat ze allemaal ongeveer hetzelfde zeggen. En één iemand die had dat heel erg mooi verwoord. En die zei, we stonden zo dicht bij elkaar, terwijl we toch ook zoveel afstand hadden. Ik denk dat dat ook heel veel zegt over omgaan met iemand die ziek is. Zijn vriend was dus overleden aan AIDS. En ik denk dat het heel veel zegt over de omgang en het gevoel bij iemand die ziek is. Omdat iemand die zelf door het proces heen gaat, zo'n geïsoleerd en heftig gevoel heeft. Maar het heeft hun ook dichter bij elkaar gebracht. Dat in de zin van dat ze nog extra veel van elkaar ging houden en nog extra veel voor elkaar ging zorgen. Dus dat is die afstand en die schoonheid dat in één keer samenkomt. Dus daar heb ik mijn ontwerp op gebaseerd. Als ik allemaal, ja, als je AIDS letterlijk wilt afbeelden, wat voor afbeeldingen kom je dan? Ik teken eigenlijk al sinds kinds af aan. Ik heb het altijd al leuk gevonden. Dus ik weet nog dat ik op mijn 4e al bezig was met de hele dag lang te tekenen. Dus ik vond eigenlijk, vanaf het moment dat ik geboren was, vond ik het al geweldig. Op de middelbare school werd dat tekenen totaal niet meer omarmd. Toen moest ik er eigenlijk mee stoppen. Volgens mijn omgeving wou ik nog een succesvolle toekomst maken en toen escaleerde de hele boel. Niet alleen vanwege dat, maar ook dingen ernaast. En toen ben ik op een gegeven moment een beetje een probleemkind geworden en toen ben ik op mijn 15e een beetje een rebel geworden. En toen ben ik spuitbussen gaan kopen en toen ben ik daar maar mee aan de slag gegaan. Doordat ik dat ben gaan doen, daardoor ben ik uiteindelijk de vriendengroep tegengekomen die
die ik voor jarenlang elke dag heb gezien. En die waren ook dag en nacht alleen maar bezig met tekenen en graffiti en al die dingen. En dat is voor mij een vangnet geweest uit alle problemen die ik toen had. Dat ik daardoor die richting op ben gegaan. En als ik dat niet had gehad, dan was ik misschien een totaal andere richting op gegaan. De meeste indruk op me heeft gemaakt toen ik haar leerde kennen, iets beter leerde kennen, is zeg maar dus zeg, het verleden van haar. Dat zij zelf ook een kind van de stad is geweest, op straat heeft geleefd, aan de drugs zat, met de spuitbus in aanraking kwam en daar een liefde voor heeft ontwikkeld. Naar de academie is gegaan, waar ze meteen zagen dat ze talent had. Het escaleerde thuis, het escaleerde op school. Op een gegeven moment heb ik ook gewoon op zoveel verschillende plekken gewoond dat ik ook niet echt meer wist waar ik me nou thuis moest voelen. En daarbovenop, ja, ging ik daar niet heel erg goed mee om. Dus dat kwam er ook nog bovenop en daardoor ben ik wel in contact gekomen met de verkeerde mensen, waardoor het nog meer uit de hand liep. Dus dat alles bij elkaar heeft er wel voor gezorgd dat ik daar terecht kwam. Ja. Maar vanaf het eerste moment dat ik al in contact kwam met jeugdzorg, waren de alternatieven die er waren geen plekken waar enig kind zich thuis zou voelen. Dus er waren jeugdzorginstellingen waar 15 kinderen bij elkaar op elkaar gedrukt moesten wonen, die allemaal problemen hadden. Dus verwacht dan maar van een kind dat het dan ineens wel goed gaat doen. Maar er zaten ook kinderen die waren veroordeeld voor jeugd-TBS. En het is verboden om die kinderen bij elkaar te gooien. En dat hebben ze toch gedaan. Tegen alle regels in. En die kinderen die hebben echt geprobeerd iemand te vermoorden. Verlof. Maar dan kwam de inspectie. Oh ja, nee, iedereen de isoleercellen uit. Alles schoon. Een verbandje om je arm. Lange mouwen. En klaar. Er was dus één begeleider. Die was dus ex-marinier. En die had me fysiek aangevallen. Niet op een manier dat hij een vuist in mijn gezicht sloeg. Maar hij begon me wel echt te duwen. En dat voelde niet prettig. En dat voel ik ook echt niet oké. Ik had hem niet met geen één vinger aangeraakt. Ik heb niet eens tegen hem mijn stem verheven. Het was echt puur misbruik van macht. Hij had een nare dag. En hij wist dat alleen ik... dat alleen ik dat kon zien. En geen één camera daar was en niemand anders in de buurt. Dus hij heeft toen echt misbruik gemaakt van zijn macht. En voor hem was het waarschijnlijk gewoon een uitlaatklep of zo. Amsterdam is de moeilijkste stad ter wereld om street art te maken. We hebben hier, vooral in het centrum, hebben we echt A-monument. En dat is allemaal beschermd, dus dat gaat heel moeilijk. En het was voor mij makkelijker om over de hele wereld te schilderen dan hier. Nu is de tijd eindelijk rijp om ook in mijn eigen stad goede werk op goede locaties achter te kunnen laten. Dat heeft even geduurd. Door al die ervaringen ben ik wel echt geworden wie ik ben. En als de situatie nooit was geëscaleerd, dan was ik nooit met graffiti begonnen. Als ik nooit met graffiti begonnen, dan had ik nooit mijn vrienden leren kennen. Als ik mijn vrienden nooit had leren kennen, dan had ik nooit geweten dat street art bestond. Want zij hebben me daarover geïnformeerd.
als ik nooit in die inrichting had gezeten, had ik nooit zo hard kunnen oefenen. En als ik nooit zo hard had kunnen oefenen, dan was ik niet aangenomen op art en design. Als ik niet aangenomen was op art en design, dan had ik niet door kunnen oefenen voor 3 jaar lang. En als ik voor 3 jaar lang niet had kunnen dooroefenen, dan was ik hier ook niet geweest. Dus ik had dat echt nodig, blijkbaar.